Hey, kijkers, ik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van Locomotion. En ja, in deze episode wil ik even misschien iets anders doen dan normaal. Ja, ik zal het even uitleggen. Hier hebben we een ore mine. Hier hebben we een steel mill. En hier heb ik een fabriek. En deze drie hebben elkaar nodig. Ore gaat naar de steel mill, wordt staal. En staal gaat naar de factory, want die heeft dat nodig om andere dingen te produceren. Maar hier gaan nog geen kool naar heen, dus er moet ook nog kool hierheen. Maar hier hebben we toevallig nog twee kolenmijnen. Komt allemaal heel goed uit, dus dat kan we hierheen sturen. Kan er daadwerkelijk steel worden geproduceerd en dan kan het naar de factory. En ik denk dat we van hier naar daar, dat we dat zelfs met één lange trein kunnen gaan doen. Dus dat is dan weer even. Dat is eigenlijk iets wat ik nog nooit heb gedaan, want ik heb nog nooit zo perfect drie industries die elkaar op één volgend nodig hebben, zo dicht bij elkaar gehad, zeg maar. Dus dat is cool. En uiteindelijk lijkt het me ook wel leuk om deze steden een beetje met elkaar te gaan verbinden. Maar eerst wil ik dit even doen. Ja, hier beginnen we even met het station. En ja, eigenlijk wordt dit gewoon wordt gewoon een recht spoor eigenlijk. Niet heel veel meer kan ik er niet over zeggen. Maar ja, die sporen, als ze iets met passagierstreinen gaan doen, is het denk ik wel handig. En ik stoot me allemaal huizen, dat is niet zo heel handig. Maar is het denk ik wel handig om ervoor te zorgen dat, dat we dat in een loop doen. Dus niet dat we gewoon van hier naar daar, van daar naar daar. Maar dat alles echt met elkaar verbonden is en dat er ook één trein elke halte afgaat. Dat is veel logischer als je erover nadenkt. Want anders gaat een trein, zeg maar, stel we gaan van hier naar daar naar daar. Als hij heen en weer gaat, dan gaat het dus Osnahausen, Broensheim, Flensstad. Dan weer naar Broensheim, terwijl hij daar net al is geweest. Dus het is veel logischer om een loop te maken. Dus dat is ook iets wat we uiteindelijk kunnen gaan doen. Nou, hier moet hij dus even gaan stoppen. Dus hier maken we een station vlakbij de huizen hier allemaal. Hopelijk hoef ik niet al te veel ervan te slopen. Ja, ik kan hier naar beneden gaan, maar vind ik een beetje onhandig. Want het kost weer allemaal tijd, omdat we dan minder snelheid hebben. Oké, station hier. En dan gaan we gewoon door naar de factory. Nou, in de eerste instantie wordt er nog niks vervoerd naar de factory. Aangezien we natuurlijk steel en kool nodig hebben om iets te produceren. Dus dat is dan denk ik ook belangrijk dat we dat meteen aan de praat krijgen. Laat ik hier maar even zo langs gaan. Nou, dat komt er niet uit. Eentje terug. En dan hebben we dit spoor al. Laat ik maar meteen beginnen met een trein. Dus dan gaan we van de vier oor transporteren hierheen. Het is best een afstand. Hopelijk duurt het niet te lang. Maar omdat het zo'n grote afstand is, krijgen we natuurlijk wel weer meer betaald. Dus ik ben benieuwd of dit een beetje wat gaat opleveren. Oh, oké. Er rijdt hier nu een trein. Daar staat hij. Ja, nee. We produceren veel te weinig hier om dit allemaal vol te krijgen. Dus het lijkt me geen idee om dat allemaal hier te hebben. Dus ik ga er nu maar een beetje ongeduldig twee weghalen. Dat lijkt me zo goed. En dan is wel wat ijzer net verloren gegaan. Dus dat is eigenlijk niet zo heel handig. Waarom gaat hij? Oké, ik weet niet waarom hij nu al vertrekt, maar vond hij blijkbaar nodig. Terwijl hij maar 4 ton bij zich heeft, dat levert dan ook niks op. Maar die grote lading van net, dat was geloof ik 100 ton. Toen ik nog zoveel wagons had. Toen levert dat 10.000 op, dus dat is echt niet niks. En dit levert ook gewoon bijna 7.000 op. Dus weet je, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Dat is best wel wat. 62 blok zijn het ook, dus ook een aardige afstand. Ja, dat is een mooie prijs. Nu wil ik deze graag gaan verbinden. Jullie zien dat ik het station een beetje heb verplaatst. Een stukje naar links. En dan maken we hier nog een station voor de kolen. Dat is zeker wel handig om dat even gescheiden te hebben. Maar ik wou wel proberen de twee kolentreinen van de twee mijnen die er uiteindelijk gaan komen. Ik wou wel proberen die zeg maar in hetzelfde station uit te laten komen. Als dat een beetje lukt. We moeten natuurlijk. Ja, hoe gaan we dat eigenlijk doen? We kunnen hier nog een spoor een spoor in laten gaan, zeg maar. Maar dan moet ik heel veel kijken hoe ik dat voor elkaar krijg. Dit wil ik graag verhogen. Kan dat? Blijkbaar kan ik het niet zomaar verhogen. Ik kan het alleen zomaar verlagen. Maar dat wil ik nou juist niet. Misschien als ik het zo doe. Ja, als ik dit doe. Oh, wacht, dit is de verkeerde bocht. Als ik dit zo draai. Nee, ik moet nog eentje verder, dus ik moet eentje verder verhogen. Ik had wel verwacht dat je in dit spel gewoon met shift dingen zou kunnen verhogen, zoals in Rollercoaster Tycoon 2, maar blijkbaar niet. Even kijken, dus we kunnen dit doen en dan dit. Dat is even de beste manier die ik kan bedenken om dit zo te verbinden. En dan moeten we straks wel turn signals gaan plaatsen en dan moet het allemaal een beetje gaan testen. Dus dit krijgt hier ergens een station. Zo.
lijkt me wel genoeg zo. En dan krijgt dit, krijgt daar ergens een station. En uiteindelijk moet ik aan deze trein dus nog een ander soort wagons toevoegen. En dat is om steel te vervoeren naar daar. En dan wordt het wel de vraag of dit nog, of het dan niet veel te lang duurt. Maar aangezien we best weinig ijzer produceren, moet het wel te doen zijn. Maar wat dan ook, het wordt in ieder geval een hele lange trein, denk ik. Daar ben ik dus wel bang voor. Misschien dat het gewoon echt veel te lang wordt om echt nog nuttig te zijn. Maar dat gaan we straks allemaal nog zien. Anders moet ik nog een trein toevoegen. Het ding is dat ik niet echt zomaar daar een nieuw spoor kan toevoegen, geloof ik. Omdat we natuurlijk al die dorpjes hier hebben. En wat nou handig zou zijn, dat ga ik even opnieuw doen, doe ik ook even off camera straks, is om dit pas zo laat mogelijk hiermee te laten samenvoegen. En ik ga het pas zo laat laten samenvoegen, omdat we, ja, ik wil eigenlijk zo min mogelijk spoor wil ik dubbel gebruiken, want het kost allemaal tijd. Ik doe alleen even het station, omdat we natuurlijk niet heel veel ruimte hebben. Dus ik ga even de turn signals uitvogelen en treinen kopen en dan wordt het denk ik best wel winstgevend stukje hier. Oké, dit is een beetje wat ik wil hebben. Ik heb hier dus dubbele turn signals en jullie zien dat er maar een heel klein stukje is wat gezamenlijk wordt gebruikt, zeg maar. Ja, dubbele turn signals, want ze moeten hier beide kanten op kunnen. En dat werkt prima, ze wachten gewoon op een beurt. En ding is wel dat deze echt heel langzaam produceert. Oh, of is de productie omhoog gegaan? Lijkt er wel op. Lijkt er in ieder geval wel heel erg op. Lijkt erop. Want net moest je echt heel lang wachten. Maar nu kan ik denk ik prima een wagon toevoegen. En hier is misschien nog wel wat over. Dus dat is fijn. En het is nou jammer dat deze afstand veel korter is. Want als de afstanden gelijk zijn, dan kan je ze echt goed op elkaar afstemmen, zeg maar. Dat als de ene daar is, dat je de andere daar hebt. Maar omdat deze afstand veel korter is, is de verhouding tussen deze twee steeds anders. Dat verschilt steeds. En daarom kan je niet echt ervoor zorgen dat ze elkaar nooit in de weg zitten. Kijk, nu is deze alweer hier, omdat hij maar zo'n klein stukje hoeft te rijden, weet je wel. Dat is dus een beetje het probleem. Maar het verdient ook prima. Dat is in ieder geval fijn. Als het goed is, ligt er nu wat steel klaar. Ja, 60 ton. Dus ik ga hier wat aan toevoegen, zodat we staal kunnen gaan transporteren. Ik heb nog nooit staal getransporteerd. Kunnen we dat met deze doen? Nee. Wel met de flatbed wagon. Dus ik doe er even 3. En dan voeg ik ook nog wel een wagon toe. Die plaats ik nog even bij de rest. Omdat het dan natuurlijk veel langer duurt. Omdat hij helemaal daarheen moet. Het duurt veel langer. Dus in de tussentijd wordt er ook meer iron gemined. Heeft hij ook nog een extra wagon nodig? Misschien. Een Lotal Iron Ore, daar zijn we nu. Nou, dan ga ik nu hier verder. Dus dan gaan we naar deze. Oh nee, wacht. Eerst moeten we even weghalen. Een Lotal Iron Ore. En dan doen we pick up steel. En dan gaan we hierheen. En dan unload all steel. En dan moet hij eigenlijk in één keer terug natuurlijk. Dan komt hij hier gewoon weer langs. Dat is op zich prima. Dan heeft hij hier niks te unloaden. Maar dat is prima. Ik denk dat dit het is. Ik heb nog nooit eigenlijk een trein zoiets als dit laten doen. Tenminste qua goederen natuurlijk. Met passagiers heb ik ze best wel eens zo'n loop laten doen zoals ik het over had. Maar met goederen doe ik meestal gewoon van A naar B. Maar nu gaan we van A naar B en van B naar C met één trein. Dus ik ben benieuwd. Wordt dan wel een hele winstgevende trein, hoop ik in ieder geval. Oké, hoeveel levert dat op? Ja, bijna 10.000. Dat is toch echt wel mooi. Wat is hij aan het doen? Is als het goed is steel aan het laden. Nou, er stond dat er 60 ton was. Dus het lijkt me nog... Ik snap niet waarom we maar bij de 10 ton komen. Ja, ik weet niet waar al die staal heen is, maar het zal dan wel. Want dit is natuurlijk in een maand, hè. Ja, weet je wat? Ik heb trouwens dit knopje ontdekt. Je kan hem ook gewoon laten gaan. Toch? Of niet? Hij is kapot. Nou, dat verklaart ook veel. En hij heeft nu maar 10 ton steel, dus dat valt best wel tegen. Hopelijk produceren ze de volgende keer wat meer. Met dit knopje kan je ze gewoon verder laten gaan. Maar waarschijnlijk moet ik nog wel een paar wagons minder doen. Anders is het ook een beetje geldverspilling en tijdverspilling vooral. Dat was een magere 1000 euro. En hij is ondertussen alweer hier. Dus kijken hoeveel hier dan wel niet wacht. Hier wacht nu 117 ton. Dus dat is ook niet normaal veel. Wacht gewoon nog steeds 36 ton. Maar ik ben nu best wel benieuwd of dit nu wat sneller gaat hier. Aangezien we vast al wel wat steel hebben geproduceerd, hoop ik. Hier weer 10.000 binnen. En... Oh, kom op. Nou, het is iets meer. Het is iets meer, maar de productie gaat toch langzamer dan ik had gedacht. Dus laat ik voor nu maar
Nee, ik ga niet die ene wagon weghalen nu, want dan gaat al die steel ook verloren. Dus ik laat hem nog maar even wachten. Maar dat kunnen we in de toekomst natuurlijk niet hebben, dat hij zo lang moet wachten. En de productie lijkt gewoon gestopt te zijn. Kijk dit dan. Lijkt weer helemaal terug naar nul te zijn. Dat is nou jammer. Ik kan er ook niet echt heel veel uit opmaken. Maar ik denk dat ik hem maar gewoon moet laten gaan dit keer. Want dan gaan we het niet meer vol krijgen. Oké, kom op. Ga verder. Ja, oké, hij is weg. Dan, nu heeft hij zijn geld binnen. Dan ga ik hem nu even... Nu ga ik maar even van die flatbed wagons eentje weghalen. Moet die eerst natuurlijk gestopt worden. En dan kan ik hopelijk wel ervoor zorgen dat hij niet al te lang moet wachten bij het steel. Want hoe langer hij moet wachten bij het steel, hoe langer die ook moet de oars op zich laat wachten. Dat is natuurlijk ook niet zo handig. Kijk, oh, er wacht maar 1 ton. Ik denk dat alles, want na een tijdje gaan dingen gewoon weg, weet je. Ze vergaan. Nu is oor niet echt iets wat vergaat, maar na een tijdje is het gewoon niet meer beschikbaar op dat station. Dus ik geloof dat dit echt een stuk minder goed gaat dan verwacht eigenlijk. Ja. Oh, oké, ik heb nu gerealiseerd dat het helemaal... Wacht, we hebben hier nog een turn signal nodig. Want deze trein gaat nu terug. Nu gaat hij... Oh, dat werkt niet. Misschien heb ik het te laat geplaatst. Ik plaats het hier wel gewoon even voor nu. Ja, ik heb die turn signals nog niet helemaal onder de knie. Wat gaat hij nu doen? Oké, hij gaat verder. En nu realiseert hij dat hij niet bij het station kan, toch? Wat gaat hij dan doen? Nee, hij gaat er gewoon door, dus dan heeft het ook geen zin om dat uit te plaatsen. Ja, laat maar. Dat hele idee met die trein die van hier naar daar ging. Het zou op zich wel kunnen werken, maar de staalproductie is gewoon weg of zo. Ik snap het ook niet. Hier lijkt het nog wel een beetje omhoog te gaan. Daarom heb ik een aparte trein gemaakt om staal te transporteren. Maar ja, om een of andere reden wordt nu geen staal geproduceerd. Ze krijgen hartstikke veel kool. Maar misschien is het probleem gewoon de iron. Dus dat was ook de reden waarom ik een aparte trein had gemaakt. Maar heeft natuurlijk geen zin als hij hier het station blokkeert. Dus als we dit willen doen, is het misschien het beste om gewoon nog een apart station ervoor toe te voegen. Ja, en nu is er steel. Ik zie hier steel liggen, als ik het goed heb in ieder geval. Ja, 62 ton steel. Dus nu heb ik die trein nodig. Dus dan hoop ik dat het misschien een beetje werkt als we... Als we het over 2 losse treinen verdelen. Hoeveel kan erop? 20 ton? Nou, dan doen we even 3. En als het goed is, ja, dat is al geregeld. Alleen, wacht, zit die ander nu in het station? Nee, dat zit hij niet. Dat leek me zo. Ja, ze zitten elkaar wel heel erg in de weg. Dus ik betwijfel of het nou echt wel het waard is om dat enkele station te houden. Zeker aangezien er nu waarschijnlijk... Ja, er is nu weer nauwelijks steel. Ja, weet je, het is zo inconsistent. En het ding is dat er geen steel kan worden geproduceerd als deze hier wacht. Dus het is een beetje een vicieuze cirkel. Want als deze hier wacht, kan er geen iron binnenkomen. En dan kan er geen steel worden geproduceerd. Dus ja, ik ga het even anders doen. Deze gaat even weg en we maken gewoon een nieuw station. Nou, ik zou het wel fijn vinden om dat gewoon hier te kunnen doen. Dus ik voeg er nog even een weg toe. En dan geen rough road, maar gewoon een normale. Zo. En dan hoop ik niet dat dit de groei van het stadje te erg belemmert. Ze doen dit. Oh, dit is weer een rough road. Dat weet ik helemaal niet. Nou, ga dan maar weer weg. Ze hebben natuurlijk wel een aantal huizen wat niet zo handig is. Hier gewoon een weg. En dan verbinden we dat. Nee, niet zo. Dan verbinden we dat hiermee. Dan rechtdoor. Dan is dat als het goed is verbonden. En dan kan ik, denk ik, dit allemaal slopen. Zo. Hoop ik. Nou, dan kan ik dit weghalen. En dan is er weer ruimte voor een extra station. Moet ik even denken hoor. Ja, dat kan. Dan moeten we hier misschien nog wel wat van de wegen aanpassen. Maar ik kan hier best een extra station doen. Dus dit gaan we... Die verbinding halen we weg. En dan moet ik hier iets uitzien te vogelen. Oké, ik ben nu even begonnen met een klein schattig passagierslijntje. Ja, tussen Heidelstad, Osnahausen, Limmoense en Fungheim. Even kijken. Zie je doen even Heidelstad. En wat je kan doen... dat wist ik eigenlijk niet. Maar nou, ik wist het wel, maar ik heb er nooit aan gedacht. Maar je kan... dit is niet het goede. Oké. Okay, maar we hebben als het goed is ergens passenger stops. En die hebben we... Ja, dat zijn deze passenger stops. En daarmee kunnen we als het goed is het bereik van het station een beetje uitbreiden. Maar dit lijkt eigenlijk niet op. Want dat maakt nu nieuwe stations aan. Dat is helemaal niet de bedoeling. Moet ik er nog een beetje naar gaan kijken. Oh ja, en ze willen niet meer dat ik huizen sloop in steden. Wat op zich wel begrijpelijk is. Want ik heb nu in die ene stad heel veel gesloopt en nu mag het niet meer ofzo.
Ja, maar in ieder geval, er is een manier om met die passenger stops dekkingsgebied van je station uit te breiden. Maar dat doe ik denk ik later wel. Laat ik dit eerst maar gewoon werkend krijgen. Even kijken. Hier zijn dus, wacht wat passagiers. Oh, hier zijn natuurlijk goods. En die goods moeten naar de steden. Dus dat is denk ik prima om hier ook wat goederen te gaan vervoeren met deze trein. Dus dit wordt een beetje een multifunctionele trein. Ik ga van nu nog even met de Ray. Misschien dat er... er zijn geloof ik wel wat nieuwe locomotieven die misschien beter zijn trouwens. Nee, wacht. Ik ga niet met de Ray. Ik ga met de multifunctionele. Want we hebben... als het goed is, hier. Classic 114. Maar die maakt niet gebruik van de overhead wires. Dat is nou jammer. En deze maakt gebruik van electric third rail. Dat is nou jammer. Dat is ook jammer. Dan moet ik dat gaan toevoegen. Heb ik dat überhaupt al? Ja, dat heb ik. Maar, oh, dat kan ik hier overal wel gaan plaatsen. Is wel een beetje gedoe natuurlijk. Maar het kan. Kan zeker. Oh, ik kan het ook niet slepen of zo. Dus ik moet het wel echt overal gaan plaatsen. Anders schiet het niet op. Ik hoop nu niet dat ik één klein stukje vergeet. Dus ik ga maar gewoon een beetje spam klikken. En dan kan ik die... kan ik even een andere locomotief een keer uittesten. Dus maak geen gebruik van de overhead wires. Maar wel, maak wel gebruik van elektriciteit op deze manier. Dus ik hoop dat hij een beetje snel is. Voordeel is natuurlijk dat het een locomotief en een passagierswagon en geloof ik een postwagon in één is. Dus, nou, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Moet ik even kijken. Maar als het dat allemaal is, is het heel erg multifunctioneel. En dan hebben we alleen nog een wagon voor goederen nodig. En dan is het helemaal compleet. Oké, we hebben misschien wel een beetje een probleem met deze. Ten eerste, hij start heel langzaam op. Dat kan je nu niet zien. Maar, oeps. Kijk eens, als ik dit probeer te upgraden, dan zijn er geen opties. Dus blijkbaar hebben we nog geen wagons beschikbaar die gebruik maken van die electric third rail. Daarom gaat het denk ik niet werken. Dus daarom kan ik voor deze gaan. Dat is ook zo'n combinatie locomotief. Maar die maakt alleen gebruik... Oh, ik zie het al. Ik zie het al. Dit, nou, tenminste, bij deze lijkt het erop dat het niet echt een locomotief is. Dat het niet echt bedoeld is voor uitbreiding of wat dan ook. Nou, in ieder geval, ik ga ook niet voor die andere. Want die maakt geen gebruik van elektriciteit en start dus heel langzaam op. Dus we gaan hier gewoon voor een goede passenger carriage. We hebben er nu een paar. Die kunnen 65 in. Hier 64, ook 64. Maximale snelheid, ja, we komen nu toch nog niet boven de 80, geloof ik, met die Ray. Dus dan ga ik denk ik gewoon maar met deze. Nou, ja, ik ga maar gewoon met deze. En dan wil ik iets voor goods. Waar kunnen goods in? Die heb ik ook nog nooit getransporteerd. Hier kunnen goods in. En dan gaan we even kijken. Dus we gaan hierheen, dan doen we... Deze voor full load of goods. En ik hoop niet dat het te lang duurt. Want anders gaat het ten koste van het geluk van de passagiers. En hier doen we even unload all goods. En dan hier ook heen. Oh, dat is niet zo handig, hè? Ja. Helemaal niet handig. Even kijken. Ja, want dan gaan alle goederen natuurlijk naar één plek. Dus weet je, laat die goederen maar. Dit wordt gewoon een passagierstrein. Het is niet handig om dat te combineren. Dus hier doen we ook nog even een mailcar bij. En dan is dat even wat het is. En de goederen moeten maar even op een andere manier doen. Want anders, ja, ik kan er wel goederen opladen en dan hier laten unloaden. Maar dan, weet je, dan wordt het ongelijk verdeeld. Dus weet je, doe dat laten we op een betere manier. Oké, hoe zit het ermee? Empty. Helemaal leeg. Oké. Eén bag of mail. Dat is dan ook niet zo heel veel. En dit kan dan wel weg, dat met die goods. We gaan alleen nog maar langs en kijken of er passagiers zijn. Is er vraag naar? Eén passagier. Twee bags of mail. Ja, het doet iets. Maar daarmee is ook alles gezegd. Ik denk niet dat het nu echt al gaat lopen. Weet je wat ik wel ga doen? Ik ga deze steden zoveel mogelijk met elkaar verbinden met de wegen. Dat kan ook gewoon helpen met uitbreiding. Even kijken hoe goed het nu gaat. 500, 600. Nou, dat is dan weer niks. Dan heb je opeens maar 80. Maar dit noem ik de... Welke van deze is de grootste stad? Osnahausen, denk ik. In ieder geval de meest, meest belangrijke. Dus ik noem het even Osnahausen Loop. Want het heeft geen zin om al die plaatsnamen op te gaan schrijven. Ja, misschien dat het ooit nog wel het wordt als de steden een beetje groeien. Ja, dat valt toch wel heel erg tegen. En ik zie ook gewoon dat er soms best wel veel passagiers wachten. Omdat we nu maar één trein hier hebben, valt geloof ik ook best wel tegen. Nou, dat waren gewoon 18 passagiers. Dus dat is dan wel weer... aardig wat geld. Nou, laten we ook even kijken naar de treinen. Want het gaat
Ja, kijk, met deze gaat het geloof ik nog wel goed. Maar geld is natuurlijk ook minder waard geworden. Dus deze bedragen worden hoger. Dus ik kan niet echt heel duidelijk zeggen of dit nou nog steeds zo goed gaat met die oude treinen. Het gaat geloof ik een stuk slechter dan eerst. Hoe doet onze loop het? Nou, dat valt wel mee. En even kijken. Hoe doen deze het? Want ik heb deze ook naam gegeven. Dus Vrijstad, Mainz. Ja, die staan een beetje in het midden. Vanaf Flensstad, hoe doen die het? Die staan een beetje naast. En vanaf Osnahausen, even kijken. Vanaf Broensheim, Wood naar Osnahausen. Dat is de staal wagon. Oh, dat ben ik niet meer kwijt. Maar die staat best wel laag. Maar dat is ook wel te verwachten. Aangezien we helemaal niet zo gek veel staal produceren. Misschien zou het zin hebben om dit gewoon voor de grap een... moet even snel zijn. Om dit voor de grap een... hoe heet het te geven? Een mail carriage en een passenger carriage. Laten we dat even doen voor de grap. Waar is het? Hier, die met 60. En dan een mail car. Ik weet niet echt... of ze daar gelukkig van gaan worden. Want als je hier heel lang moet wachten op staal, dan laten de passagiers ook heel lang wachten. En dat is niet echt ideaal. Kijk, ja, hier wordt al echt al de tijd verspild van die passagiers. Nu gaat die pas weg. Ik weet niet of er nou wat passagiers in zaten. Ik geloof dat er nog stond empty, maar ik heb het eigenlijk niet zo goed gezien. Ja, het blijft gewoon empty staan. Net stond er toch dat er dat de passagiers en mail waren. Maar ja, het zal wel. De optie is er in ieder geval. Mensen kunnen daarmee met de trein. Hoeveel mensen wachten hier? 4 passagiers. Ja, valt echt heel erg vies tegen. En mail is hier op 19%. Ook al zou het echt wel allemaal hierin moeten passen, toch? Oh, zit een mailcar daadwerkelijk gewoon vol? Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Er staat er 30 in. Het is een mooi rond getal. Dus het kan goed dat hij vol zit. En hebben we geen betere mailcar? Ja, je zat gewoon vol. Dat is waarom ze ongelukkig zijn. Dit is een betere mailcar. Dus dan gaan we die even gebruiken. Hier, deze. En weet je, ik doe er nog maar eentje bij voor de zekerheid. Want als we de 30 hadden, kan het net zo goed zijn dat we op een goede dag meer dan 50 hebben. Dan wil ik dat eigenlijk liever niet achterlaten. Maar dus het is voor post best wel nuttig. Maar voor passagiers valt het best wel tegen. Ik had gedacht dat er meer passagiers zouden wachten. In ieder geval, ik ga even off-camera wat dingen doen. Graag kunnen we deze steden een beetje verbinden. En ja, dan ben ik zo terug. Oh, dat meen je niet. Ik heb net letterlijk bijna alle locomotieven vervangen. En kijk dit. Nieuw vehicle invented. Ray 2. En die moet ik eigenlijk hebben. Maar ik heb net bijna alle treinen vervangen. Dus... laten we even kijken naar het lijstje. Ja, een paar betrouwbaarheden van een paar treinen waren echt gewoon ver onder de 50%. Dus die heb ik allemaal vervangen en er zijn nu nog wel een paar lagen. Maar het grootste deel is nu gewoon in de 80%. Dus dat is fijn. Is op dit moment ook gewoon niks kapot. En dat betekent meer winst, zoals je ziet. Dus dat is fijn. Alleen het probleem is dat ik nu net alles heb vervangen en nu hebben we net die Ray 2. Hoeveel beter is die eigenlijk? Veel meer vermogen. Grotere topsnelheid ook. Dat is misschien wel leuk om ze naast elkaar te zien. Ja, hij is ook veel zwaarder natuurlijk. Overhead electric wires heeft hij nodig. Deze natuurlijk ook. Running cost, daar ben ik wel benieuwd naar. 1200, 1300 ongeveer en hier 1500. En hij kost ook 30.000 meer. Maar dit is gewoon wat we nodig hebben eigenlijk. Maar ja, dus als de reliability weer een beetje te laag worden, dan zal ik het gewoon weer vervangen naar de Ray 2. Maar bijvoorbeeld in dit codegebied... Ja, we gingen ze echt constant kapot en daarom leverde het ook een stuk minder op. Nu is dat beter. Deze twee zijn ondertussen ook echt al redelijk oud geworden. Dus die heb ik ook vervangen. Of in ieder geval één van de twee heb ik vervangen. Hoe zit het met de passenger loop? Nog niet echt heel geweldig. Nou, er zijn 10 passagiers. Dat is nog veel voor ons te doen. Maar het valt toch wel heel erg tegen. En ik zie nog steeds dat ze niet tevreden zijn met de post. Dus wordt hij niet bezorgd of zo? Ja, het zit helemaal vol met post. Maar waarom... Oké. Okay. Weet je, dit is dus het probleem. Het neemt wel post op, maar... Het stuurt de post nergens naartoe. Weet je? Het kan de post nergens kwijt. Waar willen ze de post heen hebben? Weet je, ik heb geen idee. Ja. Ze willen blijkbaar niet binnen deze loop hebben. Ze willen blijkbaar ergens anders heen. Maar ik weet niet waarheen. Ik weet niet of ik dat kan checken of zo, maar zo heeft het natuurlijk geen zin. En zo worden ze ontevreden over de post. Dus dat is een beetje een probleem. Het gaat trouwens wel goed met het geld. Performance index is een beetje, ja, niet echt aan het stijgen, niet echt aan het dalen. Het blijft een beetje hetzelfde. Dat is op zich jammer. Maar we zijn al
dichter in de buurt bij het doel dan je zou denken. Want ik heb het doel geloof ik gewoon op 50% gezet, toch? Of niet? Ja, 50%. Dat is het doel wat ik heb... wat ik voor mezelf heb ingesteld. Oké, maar dat is ook al zo ongeveer alles voor deze episode. Ja, ik weet niet of we echt qua performance index veel vooruitgang hebben gemaakt, maar de jaarlijkse winst die is in ieder geval wel omhoog gegaan. En aan het begin van deze episode hadden we echt iets van 2 miljoen of 1 miljoen. Nu hebben we 7 miljoen, dus dat is echt wel wat. En ik ben best wel blij met het systeem. Ook heeft het uiteindelijk niet echt zo gewerkt, want ik wou het liefst in één trein doen. Maar omdat dit ding op een rare manier staal produceert, soms wel en soms niet. Hij produceert alleen maar als beide grondstoffen aanwezig zijn. Dus weet je, kolen komen er genoeg binnen. Erts komt maar af en toe binnen, dus misschien kunnen we daar wel wat aan doen. Maar erts komt maar af en toe binnen, dus als die erts er is, dan produceren ze in 1 seconde een heleboel. En dan weer een hele tijd niks, weet je. Dat is een beetje het probleem. En ook zeker als deze hier aan het wachten is, dan schiet het ook niet op natuurlijk. Dus we kunnen hier beter eigenlijk een wagon weghalen waarschijnlijk. Nou, ik ben in ieder geval blij dat ik dit heb geregeld. We hebben echt heel veel hier gebouwd. Nu is het denk ik tijd om ook weer een beetje wat andere dingen te doen. Want we hebben andere delen van de stad nog helemaal niet bekeken. Oh ja, deze heb ik ook vervangen. We hadden hier eerst een... Ja, wat hadden we ook weer? Ik had een RBE. Die is niet eens meer beschikbaar, zo oud is die. Tenminste, ik heb hem niet kunnen vinden. Ik had hier een RBE... locomotiefje, maar dat was nogal een oud model, dus de betrouwbaarheid was letterlijk op 4%. Dus ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Daarom heb ik hier maar gewoon een paar losse locomotieven gedaan. Je kan natuurlijk die combi locomotieven doen, maar die starten zo vreselijk langzaam op. Dus daarom ben ik gewoon voor de Ray 1 gegaan, een passenger carriage en een mail car. Ik weet nou, laten we even kijken of die post bezorgd wordt. Ik geloof niet dat de post bezorgd wordt. Oh nee, wordt wel bezorgd. Oké. Dat is in ieder geval goed. Want bij die andere trein, bij die loop, werden dus gewoon niet bezorgd. Wat dus wel zorgwekkend is. Ik weet niet zeker wat ik daar aan moet doen. Ja, maar ja, dat was... Oh, is hij nu serieus kapot? Dat is jammer. Hij heeft nog wel 82%. Ik heb hem net vervangen. Dus dat, weet je, die betrouwbaarheid gaat echt zo snel naar beneden. Ja, nou in ieder geval, als we uiteindelijk alles vervangen met Ray 2's, dan... denk ik dat het ook nog wel wat beter wordt. Maar ja, in de volgende episode wil ik in ieder geval een beetje gaan vertakken naar andere gebieden van de stad, van het land. Want we zijn echt alleen maar op één plek een beetje gebleven. Dat is natuurlijk ook wel een beetje saai. Maar ja, dat komt later wel. Dus ja, dat is het alles voor nu. Tot de volgende episode.